durven dromen is voor buitengewone mensen. Maar het zijn de dapperen die hun dromen verwezenlijken. Abdurrahman Chaliskan. Om mijn dromen te verwezenlijken heb ik in de jaren 90 de eerste stap gezet. Ik wist dat het belangrijk was om een stap te zetten. Natuurlijk, het was niet makkelijk. Bereid zijn offers te brengen, je tijd, je sociale contacten, je nachtrust opofferen. Dromen ontstaan vanwege verwachtingen. Met verstand en lef schieten ze wortel. Ayal Kaas begon zijn dromen te verwezenlijken met een bestelling van 7 kilo kaas en een handmatige kaasschaafmachine. Als een baksteen van hoop stapelde de tijd zich op één. De eerste promotiefilm bijvoorbeeld, een klein stukje hoop van 30 seconden, een begin, opwinding. Het ontwikkelde zich, stukje bij beetje. Als een sneeuwbaleffect, het groeide en leidde tot hogere productie, betere kwaliteit, meer vertrouwen en Ayal Kaas werd een internationaal merk. Heden is Ayal Kaas een onderneming uitgerust met de nieuwste technologische infrastructuur. De mogelijkheid om geraspte pizzakaas te verpakken in pakjes van 100 gram tot pakjes van 5 kilo. En plakjes kaas in pakjes van 100 gram tot pakjes van 1000 gram. Een andere specialiteit van Ayal Kaas is dat de grondstoffen van alle kaassoorten afkomstig zijn uit Nederland. Ayal Kaas die voortdurend onderzoek doet naar consumptiegedrag en die overeenkomstig producten ontwikkelt, produceert met zijn moderne technologische infrastructuur allerlei soorten kaas, waaronder mozzarella en gouda, de kaassoorten die worden geproduceerd in de hygiënische steriele machines worden met optimale logistieke proces van Ayal Kaas naar alle uithoeken van Europa en de wereld bezorgd. ...55% van de productie gaat naar allerlei landen in Europa en de overige 45% wordt binnen Nederland afgeleverd. Ayal Kaas, een van de succesvolste ondernemingen van Europa. Met zijn kwaliteit, hygiëne en optimale logistieke proces, die een jaarlijkse groei van 20% per jaar kent, is inmiddels een wereldmerk. Op dit moment, zittend op het terras, zie ik een luchthaven aan mijn rechterzijde, een treinstation aan mijn linkerzijde en een zeehaven tegenover mij. Als ik terugkijk, dan denk ik, goed dat ik die stap heb gezet. Goed dat ik heb durven dromen. Goed dat ik de stappen heb genomen om mijn dromen te verwezenlijken. Ik ben er nu zeker van. Mooie dingen beginnen met een droom en schieten wortel met verstand en lef. Abdurrahman Chaliskan, Ayal Kaas.